Hey Dave, heb je een koptelefoon voor me meegenomen, man? Ja en nee, ik heb de Bose QuietComfort 3 meegenomen, een noise cancelling koptelefoon. Maar ik heb hem al uitgepakt, vorige week in Londen. En daar heb ik een filmpje van gemaakt, dus laten we gewoon even gaan kijken. Kijk maar. Hoor je dat? Nee, ik bedoel niet die wind die hier raast. Dat kabaal, dat enorme kabaal. Dat is een kabaal van reizen. Of dat nou treinen, vliegtuigen of autobussen zijn. En dat lawaai is een van de vermoeiendste dingen van het reizen. Nou, ik sta hier op Londen. Ik ga naar Amsterdam. Ik heb een geheim wapen. Een noise cancelling koptelefoon. En ik heb de Bose QuietComfort 3, dat is de Rolls-Royce onder de noise cancelling koptelefoons. En die ga ik aan boord testen. Aan boord had ik twee Engelse jongens naast me, waarvan één een DJ. Ideaal om die koptelefoon natuurlijk uit te testen, dus ik heb die koptelefoon aan die jongens gegeven. We kennen hier. Er staat al echt een zak van en hij volgens mij ook niet. Nee, en ik ook niet, maar daar heb je ook die koptelefoon. Ik verstond het niet vanwege het motorlawaai. En met die koptelefoon ben je daar voor een groot deel van af. What's your first impression of these? You gotta speak real loud. Okay, sorry, I can't hear what I'm on. Yeah, they do cancel background noise very well. De koptelefoon die heeft microfoontjes ingebouwd, die luisteren naar het omgevingslawaai. Elektronica corrigeert dat door een tegenlawaai je koptelefoon in te sturen. Vervolgens hoor je nog maar een kwart of minder van het motorlawaai en kan je goed naar je muziek luisteren en de film volgen. Nou, die boys die waren overtuigd, toch? Ja, die waren helemaal door het dolle. That's fucking amazing. Jij bent niet overtuigd? Je moet het even aan de test onderwerpen. Ik ga het aan je bewijzen. Waar gaan we dat dan doen? Centraal station, kabaal genoeg. Nou Dave, jongen, let's go. Nou, ik weet het niet, maar volgens mij is het een prima plek om het uit te proberen. Ja. Heb je daar een mini-mic? Ik heb daar een mini-mic. En daar gaan we mee testen. Met die mini-mic die simuleert mijn hoofd. Dus we gaan hier de koptelefoon omheen doen. Ja. En dan gaan we de knop van de Bose aan en uitzetten. En dan gaan we kijken of je verschil hoort. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Zullen we eens even naar het perronnetje lopen? En, kijken wat dat doet. Eens even kijken hoe het met het gepiep van die trein wat dat allemaal doet. We gaan even naar het perronnetje lopen. Oké, man. De microfoon, de koptelefoon en een hoop lawaai. Ik stop hem er tussen. Even zorgen dat hij er goed tussen zit. Hij staat nu nog uit en ik zet hem nu aan. Ja, dat is een heel duidelijk verschil bij. Ja, ik wist wel dat ik je kon overtuigen. Ik zal hem nog een keertje uitzetten. Uit. En aan. Indrukwekkend, hè? Heel indrukwekkend. Nou. Zou je misschien denken, €400, hij kost €398, is heel duur voor zo'n Bose QuietComfort 3. Maar voor dat bedrag krijg je niet alleen de allerbeste noise cancelling op de markt. Je krijgt ook nog eens een keer een hele goede koptelefoon met uitstekende muziekkwaliteit. En stel dat je nou veel reist, met vliegtuig met name, dan is €400 om in rust te reizen namelijk eigenlijk helemaal niet zoveel geld. Want ik gebruik hem ook heel vaak. Gewoon om te slapen zonder geluid en muziek. Dan kan ik lekker in stilte reizen. Maar ik moet nu gaan reizen. Dus tot volgende week. Ja, maar die hoor ik in mijn andere oor. Ja, maar als je heel goed luistert. Dat kun je dus niet cancelen, dat soort lawaai.